17 en 18 zijn ze, Hans en Bert Kuik, als ze actief zijn voor het verzet in Arnhem. Dat blijkt uit de spullen die hun jongste broer aan het Airborne Museum schonk. Verzetskranten rondbrengen, wapens smokkelen, ontsnapte krijgsgevangenen naar onderduikadressen brengen. En ze waren zeker niet de enige, blijkt uit het onderzoek dat het museum deed. Ja, was Hans weer. Ook deze twee heren. Al 75 jaar vrienden, maar nu ontdekken ze pas dat ze allebei deel uitmaakten van het netwerk van scholieren dat in het verzet zat. En we wisten het niet. En we zaten op dezelfde school en we hebben dezelfde leerlingen gekend. We hebben allebei Hans gekend en de andere jongens. Ze brachten verzetskranten rond. Gevaarlijk werk, maar zelf vinden ze dat het niet zoveel voorstelde. Meer het avontuur van tieners, hè? Het was absoluut geen peanuts. Dus het rondbrengen van verzetskrantjes, dat is wat je vaak hoort. Dat werd inderdaad gedaan. Maar tegelijkertijd werden ook bonkaarten weggesmokkeld, werden aan onderduikers gegeven, Joden werden geholpen. En Bert en Hans Kuik samen met hun vrienden hebben bijvoorbeeld ook Britse parachutisten weggesmokkeld. Was er dan ook een beetje trots dat u daar een bijdrage aan hebt kunnen leveren? Nou, ik hoop dat... Nee. Nee? Nee. Het was meer de avontuurlijke kant dan dat het nu zo doelgericht was. Spannend, ja. Was het eigenlijk een leuke tijd? Nee. Dat toch niet? Nee. Want we wisten te veel. We zagen ook de Joden. Affaire met de Joden die weggevoerd werden. Het werd te serieus. Het begin zal misschien wel iets wel geweest zijn. Ja. Maar toen de Joden weggevoerd werden en ook kennissen. We hebben een leraar gehad die in zijn tuin stond te werken, Bromet, die kan je ook nog wel herinneren. Ja. Die stond in zijn tuin te werken en werd zomaar doodgeschoten. Ik bedoel, dat zijn dingen die je aan gaan pakken. En waarbij je toch wel steeds meer anti-Duits wordt. Ja. En daarmee ging eigenlijk de belangstelling voor activiteiten tegen de Duitsers in, tegen je school in. Met andere woorden, schoolwerk ging allemaal minder aandacht krijgen.